Ja mensen, onderweg. Het is echt nog 5 minuten rijden. Maar ja, met allemaal boxen achter mij. Ja, die moet ik allemaal meenemen. Maar goed, ik ben er bijna. Ja, we kunnen ze even een soort situatie zetten. Ja, we hebben een beetje. Ja, kijk hoor. Ja, hij gaat soms, gaat goed. Hartstikke gezellig. Laatste ronde gaat zo beginnen. En nou, het is gewoon leuk. Het is mijn laatste show voor dit jaar. Volgend jaar heb ik een maandje vrij. En daarna ga ik weer beginnen, vanaf februari. Dus ik moet er even nog. Ja. Wauw. Wat een fantastisch jaar was het afgelopen jaar, zeg. Jeetje, Mina. Hele leuke dingen meegemaakt. Een muzikale bingo show extra large. Heel veel kleine bingo shows. En ook optreden in Duitsland. Volgend jaar komt een optreden in Hongkong nog een keer. Ik ga echt internationaal, mensen. Wauw. Het is nog heel onwerkelijk voor mij, hoor. Dat ik naar Hongkong ga. Een optreden. Dankjewel, lieve schat. Gaat goed komen. Ja, Warns was hartstikke leuk, inderdaad. Het was de tweede muzikale bingo show Extra Large. Het was erg geslaagd. Ik vond het wel een beetje bleekjes. Ik moet eens even wat meer kleur op mijn gezicht toveren. En volgend jaar ben ik hier weer in Warnsveld. Dus dat gaat waarschijnlijk al gebeuren. Oké. Blusjes op de wangen. Zo, lippen. Bedacht. Ik wil niet zoals ik wil vandaag. Mooi, zijn we weer. Gewoon doorzetten. Wat zijn jullie kerstplannen trouwens? Ik ben heel benieuwd wat jullie gaan doen. Wie zijn je dansers? Wie zijn mijn dansers? In Warnsveld was dat Stephanie en Stan. En waar zijn ze? Ja, niet hier. Ik ben vandaag alleen. Maar jullie zijn bij me, dus wat dat betreft maakt dat niet zo uit. Gelukkig maar. Dankjewel Patrick, jij ook hè. Pyjama aan? Hoezo? Pyjama? Nee joh. Oh, pyjama aan om met kerstbloeien. Is ook een idee. Ja, ik ga lekker uit eten met mijn moeders. Eerste kerstdag en tweede kerstdag. Dus we mag daarna wel weer een paar kilootjes af. Anders pas ik niet meer in mijn jurken. Nog een kleurtje. Kevin, hallo. Ik heb je gemist, joh, vorige week zaterdag. In het Wiefke. Oh, oké, okay. Ja, dat is heel mooi.
nog zien? Ja. Nee. Doe maar weer. Lippenstift is niet meer goed. Godverdorie. Beetje, voor mij is hij een beetje... Nee, niet goed meer. Auw, gatbaar. Lippenstift is verrot. 10 voor 8. Deze is niet meer goed, ik ga weggooien. Die stinkt echt. Stinkende lippenstift. Mensen, wat is dit nou weer? Ik gooi hem al gelijk weg. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Dat komt, ik heb gewoon veel te veel kleuren. Ik kom er nooit doorheen. Maar goed. En is plakken om wel op mijn lippen. Ik mag dus voorlopig geen nieuwe lippenstift kopen. Dat moet dus een beetje door mijn oude voorraad heen. Nou ja, een beetje glitter erop. Ja, glitter altijd. Opgelost. Nou plak ik niet meer. Stinkt wel. Stinkende lippenstift. Ja. Opgelost. Bye. Bye. Oh ja, ik ga hem omkleden. En welke pruik zou ik doen? Deze? Lekker kort en kittig. Glamour, hè? Ik denk dat ik voor die andere ga. Ik ga hem even omkleden. Ik ben zo weer terug. Alhoewel. Kun je er tegen, toch? Ben weer terug. De tweede, hè? Ja, dacht ik al. Dag Ilona. Zo, binnen in de kleedkamer. Voor degene die nog niet weten waar ik zit. Dit is niet mijn eigen werkkamer. Maar dit is de kleedkamer van Metropool in Hengelo. Daar heb ik zo meteen een show. Ja, ook hè. De tweede. Goed. We gaan voor de tweede pruik. De glamour pruik. Hier. Nou. Dag Hans. Ik zit vlakbij je, joh. Ik zit in Hengelo. Laatste show voor dit jaar. Dan heb ik even rust. Even. Ik heb bizar veel optredens gedaan dit jaar. Ik heb geteld 44 optredens. Nou. Er zijn jaren bij geweest dat ik er 2, 3, 4 had. Zeker in het beginjaren. Maar dit jaar is echt een gek huis. Hartstikke leuk. Dag Martine. Irene. Sorry als ik iemand vergeet het op te noemen. Hartstikke leuk dat jullie kijken. Ik heb het gehad. Heupen zitten erin. Ja, heupen zitten erin. Mijn jurk. Dat komt. Oh, ik heb een mooi jurk. Oh. Bijna.
Dat is op een kopje vergeet. Dat is Sieben. Mart. Wat is dat hier? Rust meenemen. Hier gaan we naar Amerika. Niet meer kan bewegen zonder lawaai te maken. Oorbellen. And she's back. Dag Niels. Fijne feestdagen. En tot dit nieuwe jaar. Mario, Magic, Mario Magic. Ik zit in Hengelo, in Metropool. Geen sterke drank, nee, water en schminkwater. Nee, gewoon vers, fris water. Geen drank, dat komt niet goed bij mij. Vanuit de kleedkamer van Casablanca. Je hebt vanavond ook een optreden. Wat leuk. Oh, dat wordt leuk. Dat wordt gezellig. Ja, hè. Ja, voor mij is dit de laatste drukke, laatste optreden van het jaar. En heb ik in januari gewoon een maandje vrij. Even bijtanken. Want dan, ik moet het leuk blijven vinden. Want als het, ik moet het leuk vinden. Als het echt moeten wordt,
dan ben ik bang dat de mol er vanaf gaat. En, ja. Het is hartstikke leuk hoor, muzikale bingo show geven en presenteren en optreden, maar ik heb het idee dat ik mezelf een beetje voorbij loop. En dan is zelfs de allerleukste baan die je hebt, kan dan in één keer niet zo leuk worden. Dus daar moet ik misschien te voorkomen. Dus ik heb echt afgesproken, januari geen opnames. Dat was een hele goede, dankjewel. Goed dat je er even op attendeert. Dag Connie. Dag Connie. Ja, ik zwaai ook naar je, maar ik zwaai niet jou, maar ik zwaai ook voor mijn nagellak. Een beetje te droog. Nog even gaan stijgen. Oh, jongens. Nou ja, armbandje. Ik heb een heel mooi armbandje. En die krijg ik nooit heel makkelijk om. Want dat is zo'n insteek. Insteken. Het lijkt heel makkelijk, maar dat is echt een soort goocheltruc. Een soort Mario Magic goochel. Eén hand is niet te doen. Wel, daar gaan we weer. Oh. Nou. Echt een neiging van, ik wil geen aandacht. Ja, daar gaan we. We gaan een hulpmiddel gebruiken, een paperclip. Vouw de paperclip open, maar zorg dat de twee halfronde uiteinden blijven. Die gaan we gebruiken om de armband om te doen. Soms nog even een klusje en dan haken we hem heel eenvoudig in het oogje. Paperclip eraf en klaar. Het wordt een drama, jongens. Kijk eens even. Het is een nagellak. Het is ook de verkeerde volgorde. Ik ga zo. Oh, drama. Nagellak op laatst, jongens. En dan dit. Wat is het? Ja, nu heb ik hem. Ja. Wel, mijn nagellak. Ach, het ziet er niet uit. Het ziet er echt niet uit. Ik hoop echt dat het een beetje donker is. Dan valt het allemaal niet zo. Prima zo. Mensen, ik ga weer offline. Ik maak me even helemaal klaar. Schoenen, dat soort dingen. Even de spullen installeren. En dan gaat de show beginnen. Dankjewel allemaal voor het meeleven. En allemaal, ik wens jullie allemaal een hele fijne feestdagen. En een heel gelukkig nieuwjaar als ik jullie niet meer spreek. Zien of dan ook. Maak er een mooi jaar van. Dat ga ik ook doen. Er zijn allemaal hele leuke dingen in het verschiet. Uiteraard, waar ik heel erg naar uitkijk, is de mijn optreden in Hongkong. In juli is dat. Dus, maar ik hou jullie allemaal op de hoogte. Het komt helemaal goed. Goed, nou ja, jongens. Wens me geluk. Denk aan mij.